pakket binnenkreeg, zat er, zoals je kan zien, hier zie je echt zo'n hele scherpe scheur. Dus toen moest ik hem wel openmaken om te kijken of er wel genoeg bikinis in zaten. Want ja, dus is een bikini uitgevallen. Maar dat was helemaal oncompleet. En ik heb dus bikinis van het bedrijf Cupshe. En het is echt de moeite waard om eens uit te kijken. Ik vind dat ik de 6 leukste bikinis heb besteld. Maar ja, dus je kan deze bikinis kopen. Of je kan, als je misschien een leuke ziet, die kopen. In ieder geval, let's begin. Het zit sowieso super leuk verpakt in zo'n verpakking. Dat is het eerste wat me opvalt. En ik denk dat ik mijn bikinis ook in deze zakjes ga bewaren. Want ik heb een soort bak waar ik mijn bikinis in doe. En het zit altijd helemaal door elkaar. Maar als ik het gewoon hier bewaar, is het eigenlijk super chill. Dus ik ga deze zeker houden. Oké, de eerste bikini. Ik heb volgens mij bikinis en badpak. Volgens mij heb ik 1 badpak, maar weet je niet meer zeker. Want het is alweer een tijdje geleden. Op zich was de bestelling er wel snel. Het was er echt binnen een week of zoiets. Misschien zelfs sneller. Maar ja, nu door corona is het natuurlijk wat drukker. Misschien is het normaal wel wat minder druk. Oké, maar als eerste is deze roze bikini. Deze is echt vuil roze. Heel erg leuk. En deze is een beetje high-waisted, denk ik. En ik heb deze in de maat M. Dus ja, deze ga ik even aantrekken voor jullie. Oké, ik moet echt kappen met dit irritante gedrag. Want als ik dit ga editen, ga ik mezelf uit de kast. Oké, de eerste bikini is aan. Deze is echt mega leuk. Even serieus. Hij heeft hier dus 2 van die bandjes zo. En dat heeft hij dus achter ook. Ik ga trouwens eerst even dit kaartje maken. Ik vind het echt heel awkward. Dit jongens is echt best wel awkward. Please don't hate on me. Maar ja. Ik vind het zelf ook altijd super fijn om bikini video's te zien, omdat bikinis echt raar kunnen vallen. Maar ja, dit is dus een M. Ik ben 1,70 voor de mensen die het willen weten. Oké, dan de volgende. Oh kijk, hier is dus die scheur geweest. Dat zie ik dus. Zit een andere verpakking. Ook leuk. Dit is een Bordeaux rode bikini. Oh ja, deze is zo leuk. Deze heeft zo een van de achterkant. Dit heb ik ook in de maat M. En deze heeft een kapot leuk broekje. Want dit broekje is helemaal van achter zo. Dus dan gaat hij een beetje in je billetje. Het is heel mooi. Dus maat M. Let's put it on. Oké, dit is de volgende bikini. Deze is een soort semi-high-waisted. Ik vond het wel leuk. Ik heb dus helemaal geen high-waisted bikinis. Nou, heel leuk topje dus. En van achter is hij echt heel mooi, die rug. Love it. En hij gaat dus een beetje zo in je billetje. Gewoon best wel simpel, maar wel gewoon heel erg leuk. Oh, ik voel me echt ongemakkelijk. Ik voel me eigenlijk wel best wel ongemakkelijk of zo in mijn kies. Ik had niet verwacht dat ik het zo ongemakkelijk zou vinden. Ja, ik heb hier een blauw plek, hier ook een blauw plek. Ik zit altijd onder blauw plek. Oké, volgende. Dat is dit. Dit is een badpak. Een soort van badpak. En deze is echt kapot leuk. Deze zit zeg maar zo aan elkaar vast en heeft hij van de rug zo een hele mooie rug. Dus en deze is voor mij best wel high waisted. Dat vind ik wel leuk. Ja, dus deze ga ik ook eventjes aandoen. Ik ben heel erg benieuwd naar. Dit heb ik ook in maat M. Oké, yay! Dit is het badpak. Maar je wordt er wel gewoon nog een soort van bruin in, want je rug is open en hier je buik is gewoon een deel open. Het is dus wel een beetje high-waisted. Maar wauw, ik vind het echt zo fucking mooi. Ik vind het echt heel erg leuk. Echt, echt heel erg leuk. En ik heb deze dus in maat M. Dan heb ik deze. Dat is gewoon een simpele zwart met dit gestreepte bikini. Deze is echt high-waisted, high-waisted. Dus ja, dat vind ik gewoon wel een keer leuk. Broekje ziet er zo uit. Deze heb ik ook in maat M. Dit is een broekje. En dit is het topje. Nou, laten we maar aan. Alrighty! Ja, nou, dit is dus echt een hele aanwezige bikini. Maar dit vind ik ook wel gewoon leuk om erbij te hebben.
is gewoon lekker simpel, gewoon zwart-wit gestreept. Van achter ook niet speciaal, helemaal normaal, helemaal leuk. Ja, deze heb ik ook in maat M. Volgens mij heb ik alles in maat M, dus like it, like it. Oké, next is weer een felle kleur, maar nu fel oranje. En deze is niet high waisted. Oh shit, helemaal in de knoop. Deze ziet er dus zo uit. Gewoon een leuk broekje, niet heel speciaal of zo. Hier aan de zijkant ziet het er zo uit. En het topje. Oh, dat is zo. En aan de achterkant is het dus gekruist. Allemaal leuke vakjes. Dus super benieuwd. Nou, deze bikini valt dus wat lager. Hier zie je wel hele leuke details. Dat zie je wel heel erg mooi met dit. En ja, gewoon een normale top van voor als je gewoon zo. Het leuke aan deze bikini vind ik gewoon echt de kleur. Lekker fel. Hij is nog veel verder in echt alsof hij op beeld is. Dus het is echt zo'n felle neon oranje lichtgevende kleur. Een beetje overbelicht, maar je ziet het niet heel goed. Maar door het oranje lijkt je ook echt heel mooi bruin altijd. Love it! Leuk feit nu. Ik ben nu dus één dag mee aan het doen aan de Ramadan en daar maak ik ook een aparte video over. Dus, maar ben je benieuwd hoe mijn dag verloopt tijdens de dag dat ik meedoe met de Ramadan? Geef zeker de video om te checken. Ik denk dat die online staat. Jongens, check it out. Superleuk. En dan hebben we alweer de laatste bikini. Dat Tupchi. En dit is ook een high-waisted. Deze heb ik ook in de maat M. Deze heb ik trouwens ook in de maat M. Even kijken. Deze vond ik ook echt kapot leuk. Deze ziet er dus zo uit. Dit is dus high-waisted. Met dit topje. Lijkt door die high-waisted, lijkt het allemaal een soort, soort badpakachtig. Als je snapt wat ik bedoel. En hij is met dit topje. Er zit nog een bandje en een dingetje. Dus ik ga er even aan doen. Dit is de laatste bikini alweer. Deze is echt heel high-waisted. Maar dat vind ik ook wel gewoon leuk. Weet je, het lijkt echt een soort pak in plaats van een bikini. Het is echt wel een leuke bikini voor een boatparty of zo. Van achter is hij dus ook high-waisted. En dan heb je twee bandjes waar je aan vast moet maken. Ja. Oké. Eindreview. Super blij mee. Echt. Beter als dat ik had verwacht. Ik had echt niet verwacht dat ze allemaal zo mooi zouden zitten. Dus daar ben ik echt super positief verrast over. En het is echt super goede kwaliteit. Het voelt echt als stevige stof, goed in elkaar gemaakt. Ik heb ook eens een bikini besteld bij Safool of bij Shine en zo. Maar dit voelt, of Shein, ik werd de vorige keer gehaald dat ik Shine en Shein. Maar dit voelt echt goede kwaliteit. En het is niet eens heel veel duurder of zo. Dus echt. Perfecte prijs-kwaliteit-verhouding. Ik ga even normale kleding aan doen, want ik voel me toch wel een beetje ongemakkelijk in de bikini zo voor de video. Oké, nou ja, dat waren dus alle bikinis. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben echt super blij met de bikinis, dus love it.